We zijn nu bezig met Natalia Makarova's Bayadère. Het is een geweldige productie. Ik dans hoofdzakelijk in koorwerk, zoals de Shades. En dat is een hele witte acte waar het om precisie gaat en één geheel als teamwork, als Corps de Ballet. Natalia Makarova komt volgende week naar zaal om de puntjes op de i te zetten. We hebben nog lang niet het niveau bereikt. Maar we zijn hard bezig aan het trainen om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen voor de première. Het koorwerk is een grote uitdaging. Maakt niet uit in welk stuk van het koor. Of het Zwaanmeer is, Sleeping Beauty, Bayadère. Het moet als één geheel overkomen. Je hebt in dat opzicht minder vrijheid dan als je een solo danst. Als je solo danst, dan maakt het niet uit welke richting je schouders staan of welke richting je armen staan. Maar in het koor moet alles precies gelijk tot op de centimeter. Je moet ogen overal hebben. Voor, achter, in lijn, opzij, links, rechts. Je bent constant aan het checken. Dus in dat opzicht is je vrijheid iets minder in het koor. Je bent nog wel aan het dansen, alleen je bent heel erg bezig met eigenlijk niet eruit te steken, dat je één geheel blijft. En dat is het verschil tussen solo en koor. Het is een groep van het gezelschap. Het is het, zeg maar, het lichaam van het gezelschap. Zonder koor is er geen Bayadère. Zonder solisten is er ook geen Bayadère. Dus het is onmisbaar. Het samen, dan worden ze één. Ik ben Rachel Oomens. Ik dans als Coryphée bij Nationale Ballet. En dit is mijn 9e seizoen.